Gebruik je eigen techniek om je naar een ontspannen bewustzijnstaat te brengen. Geef aan dat je van plan bent deze meditatie aan het begin van de nieuwe cyclus van Venus te gebruiken als een hulpmiddel om het oude los te laten en liefde zowel binnen als universeel te vinden. Visualiseer nu een pilaar van briljant gouden licht, afkomstig van de kern van de planeet Venus en die door alle wezens op aarde stroomt en dan door je lichaam naar de kern van planeet aarde stroomt. Visualiseer een andere pijler van blauw-groen licht dat oprijst uit de kern van de aarde, dan omhoog door je lichaam en de lucht in naar alle hoger dimensionale wezens van Venus. Je zit nu in twee pilaren van het licht, van de twee zusterplaneten. Het licht stroomt tegelijkertijd, zowel naar boven als naar beneden. Houd deze pijlers van licht een paar minuten actief en visualiseer de verbinding tussen aarde- en venusversterking met elke ademhaling die je neemt.
Visualisiere den Planet Venus, die hernieuwde Energie von der Godin nach der Oberfläche von der Erde stürt. Visualisiere diese Energie und aktiviere die innerliche, frauenliche Essenz in jederen auf der Oberfläche von der Erde, balancierend mit der innerlichen, männlichen Essenz. Visualisiere, dass jederin sein innerliches Kind onthaut. Visualisiere nun eine geheel neue Realität vor het Feit, dass die Erde auf eine friedsame, sachte Manier wird geaktiviert und visualisiere die vollledige Aktivierung von het Sintamani Lichtrooster.
Visualisiere alle Lichtkrächers, ein Lichtwerkers, die wurden gesäufert mit den violetten Flammen. Umringt durch die Lüfte von het rose, fluibare Licht von Ela, der syrianse Engel von Lüfte, und befreit von aller Programmierung, Kontrolle auf Unterdrückung mit het witte Feuer von An. Visualisier de ewige Friede, die op Aarde wordt gevestigd met de tweede Renaissance van zowel wetenschappelijke als spirituele kennis. Godin will ein nieuw begin, en een nieuw begin zal zijn.